stress, spanning, dat soort spullen heb je helemaal niet nodig, hebben we helemaal niks. Mag ik? Ja, ze willen dat wij spontaan opgaan. Dus dan leggen ze alle twee maar even de camera in het gezicht. En we zien wel wat er gaat gebeuren. We laten de camera maar draaien. We laten de camera draaien en we gaan er gewoon voor. Nou, even aanzetten. Kom maar. Ja. Dank u, dank u. Pak de muziek uit. Het is goed. Dank u. Ja, even kijken. Oh, ja. Dus zo, ik sta hier in het licht, maar ik moet hier in het licht zijn, dat is iets voor op. Wie mag ik het woord geven? Ik weet niet of de heren van Sanssouci TV nog wat fantastisch mooie woorden hebben. Ja, heb ik wel. Zoals de hoogheden dat je dat weet, ben ik nogal volledig aangelegd, dus het zal een voorzichtig verhaal te worden, denk ik. We zijn al een beetje verbaasd dat we officieel op mogen komen. We zijn helaas alleen met twee kamerlieden. We hebben een man die zich een beetje heeft teruggetrokken in onze badsen. Ja, begrijpelijk. Die moet gewoon wat minder aandoen, die moet maar even feest vieren. Dat is misschien wel de beste. Ja. Onze Hans is met familie in Amsterdam. Gezellig. Ik heb al gehoord dat die uitslag onze voet heeft, want hij krijgt zelfs het woord van A, dat krijgt hij niet uit zijn mond. Dus hij heeft geen vrije dag. Geen vrije dag. Ja. We hadden nog gedacht, we gaan helemaal niet komen, we lenen jullie weer een cameraatje uit, maar dat gaan we niet meer doen, want we hebben nooit meer terug. Dus dat gaan we anders regelen. Maar we vinden het hartstikke leuk, hoogheid, dat we weer bij jullie feestje mogen zijn. Want ik kom hier altijd donderschaar. Ik vind het altijd een van de mooiste feesten van Sanssouci. Dat zal ik niet onderstoelen door wakker schuiven. Dus bij deze. Bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke fijn om te horen. En mag ik nu dan u een voorzichtig weerwoordje? Want ik ben bang dat er iets verschrikkelijks gaat komen. Nou, verschrikkelijks valt nog wel mee, maar er komt wel iets. En ik weet zeker dat Herman de camera niet uit doet. En dat vind ik dan weer jammer. Ja, daarom. Hoogheid. En wij verwachten natuurlijk ook wel dat het expliciet wordt uitgezonden. Ja hoor. Ja, durf je het aan, Gert? Ik heb geen keus, ben ik bang, hoogheid. Nou, allereerst, ik wil toch wel een woord van waardering in jullie uitspreken. Wat jullie allemaal doen. Jullie zijn overal aanwezig. Dankjewel. Ook de momenten dat jullie zeggen dat jullie nergens aanwezig zijn, wordt er toch een noodoplossing geregeld door inderdaad een camera uit te regelen. Of uit te geven, uit te nemen. En vervolgens staat er in één keer de redder, de Herman. Ja. Die er was. En dat vond ik gewoon geweldig. Herman is onze rots in de branden kwijt. Ja, dat weet ik. Daar zijn wij achter gekomen. Maar ik zag op een gegeven moment een filmpje voorbij komen op Facebook. Die er niet meer op staat? Die er afgeschaald inmiddels. Ja. En aan de ene kant vind ik dat wel heel jammer. Aan de andere kant snap ik hem natuurlijk. Vanavond gaat hij er weer op, hoogheid. Dat mag, dat is geen enkel probleem. Dat is geoorloofd. Helemaal prima. Maar het is toch wel grappig dat er twee mannen voor de camera staan. En één iemand achter de camera. Onze reddende Herman. En er werd gezegd van, het klopt ook inderdaad, we hebben elkaar gesproken. Ik bedoel, ik ben een man van woorden en eigenlijk kom ik altijd mijn afspraken na. Helaas, door alle plichtplegingen die zondagmiddag tijdens mijn opkomst, is het er niet van gekomen. Ja, en Herman, die had die camera in één keer meegenomen. En ik kreeg in één keer een tag in Facebook dat ik van filmpjes af van, ja, daar kwam een jongen naar mij toe en die wou graag een camera lenen. Oh, dat was ook allemaal het eigen belang. Aan de ene kant klopt dat, maar aan de andere kant klopt dat natuurlijk ook niet. Hè? Kijk, ik ben nu hoogheid, maar ik ben ook voorzitter van de vereniging. Nou vind ik het jammer dat Batse er niet bij is, maar ik kijk even in de camera. Batse, jou krijg ik nog wel. Ja. Oh, wij helpen hoor. Ja, afgesproken. Ja. Maar ik vond het filmpje zo slecht en ik vond het zo slecht dat het er werd afgehaald. En dan weet ik dat er een oorkonde, een prijs is en dat is dan de Loden Lookie. Ja. Nou, doen wij alles net en anders, nou heb ik de Loden Video. Oké. Nou had ik er drie meegenomen. Ja. Voor Hans. Ja. Voor Gert. Ja. Voor Batse. En ik heb een onderscheiding meegenomen voor Herman. En terecht. En die wil ik nou graag eventjes overhandigen. Ik heb namelijk de Loden Video voor Gert. Voor het meest slechte filmpje wat gemaakt is en wat er vanaf is gehaald. Die wordt nou omgehangen. Dat moet jij doen. Oh, dat moet ik doen. Oh, die ga ik nou omhangen, Gert. Ik ben bang dat die heel zwaar is. Nee. Moet voorzichtig voor de brillen. Ja, dat kan ook net, hè. De kop is nog net niet dicht genoeg. Alsjeblieft. Dankjewel. Hallo. Nou verwacht ik natuurlijk wel dat je hem de hele avond gaat dragen. Doe je dat niet, krijg ik van jou een biertje.
Reken maar op een biertje dan. Dat dacht ik ook wel. Maar ik heb ook nog een andere onderscheiding. En dat is de gouden video voor onze reddende engel, Herman. Die ga ik nou ook even omhangen. Ja, en goed, en tijdens dat filmpje had je gezegd, ja, en dan moest ik helemaal van Zwolle Zuid naar Rotterbroek en kilometervergoeding. Nou, maak ik het goed met je, je krijgt zo meteen een biertje van me. Allah. Dank u wel.